In de sneeuw. Pieter Diphoorn. Ja. Van Sintens. En achterin nog Robin van Lange. Mannen van Sintens zijn op bezoek. En we gaan even een stukje rijden. Wat doe je bij Sintens? Ik ben innovatieadviseur bij Sintens. Oké. Okay. Stimuleer innovatie bij het MKB. Ja. En wat leuk is, ook dat we juist ook die duurzame innovatie stimuleren. En dat biedt voor bedrijven enorme kansen. Het gebied van nieuwe producten, nieuwe technologieën, et cetera. Ja. En dit is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Een ondernemer zoals jij. Ja, dankjewel. Die kijkt naar duurzaam ondernemen. En wat betekent dat? En dat is natuurlijk prachtig. Ja. En ook de ambitie die jij hebt om hiermee actief te zijn. Ja, is hartstikke mooi dit. Ja, wat zei jij, Pieter? Dat was wel een leuke. Er zijn van die momenten in je leven dat je dingen voor je eerste keer doet. En dat zijn dingen die je bijblijven. En ik denk dat dit ook zo'n moment voor mij is. Voor het eerst in een elektrische auto dat ik over jaren daar nog over heb. Ja. Op een winterse dag in Aduard reed ik voor het eerst van mijn leven in een elektrisch aangedreven auto. En jij komt met bij behoorlijk wat ondernemers over de vloer. Wat zou je ze vertellen over een auto als dit, over de mogelijkheden? Ik zou het onder andere ook als inspiratievoorbeeld ten eerste al willen vermelden. Van ondernemer, kijk eens wat verandert er in deze wereld en wat betekent dat? Dus meer in een bredere context, zoals jij dit hebt opgepakt, dit project. Ja. En daarnaast, dat duurzaamheid en energie en al die elementen dus enorme kansen bieden voor ondernemers. En ook, ho, wacht even. Je hebt gezegd allemaal mooie dingen nu. Pieter, hoe rijdt het eigenlijk? Ja. Nou, hoe rijdt het eigenlijk, Pieter? Ik ervaar het als heel positief. Het geeft een heel apart en een bijzonder gevoel als je in zo'n auto rijdt. Je rijdt. Je voelt het niet bezwarend. Het heeft een positieve lading om in zo'n auto te rijden. Dus dat is gevoel. En dat is ook niet echt geld of in euro's of in die dingen te omschrijven. Ja. Ja, dat is iets. Ja, een bepaalde waarde heeft dat, denk ik. Ja, leuk. Zetten. Nou, zijn we weer. Ja, prachtige ervaring. Ja. Leuk om dit een keer mee te maken. Ja, mooi. Nou, zegt het voort. Ieder ondernemer waar je op de stoep komt. Robin. Ik wacht wel even dat de Jaguar komt. Ja, heel verstandig. Kijk, dan hebben we de echte autoliefhebber. Dankjewel. Ja, nodig ik jullie weer uit. Hey, bedankt mannen. Ja.